Goedenavond en welkom bij Kruispunt, dat dit jaar met de kloosterserie vanuit de mooiste abdijen van Vlaanderen komt. Hier raast het verkeer in sneltreinvaart voorbij. En is het een drukte van belang. Daar is een oase van rust. En daar is de abdij de Keizersberg in Leuven. En wonen de Benedictijnen. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedendag, Leo Feijen. Meneer Feijen, dacht ik al. Van de kloosterserie van Kruispunt. Bent u in vorm? Dat weet je nooit. Je weet nooit wanneer je in vorm bent. Gaan wij ervoor zorgen dat die vorm, als die er al is, dat die er blijft. Ja. En u bent Dirk Hansens? Ik ben de gastenpater hier. Als u een kamer hebt, dan denk ik dat die vorm wel blijft. Ja? Dat is het eerste wat een mens nodig heeft, een dak boven zijn hoofd. U blijft toch enkele dagen? Ik blijf enkele dagen. Maar wat is vorm? Daarvoor juist is het misschien nodig dat u enkele dagen blijft. Dacht ik. Dat is goed, dat is goed. Gaan we er nu naartoe? Ja. Naar een dak boven ons hoofd? Ja, dan moet ik u wel in het binnenste van het huis binnenlaten. Daar heb ik dus zo'n loper voor nodig. Die zult u vinden op uw kamer. We hebben er wel voor gezorgd dat de deur van onze wijnkelder dat die niet open gaat met die sleutel. Dus overal anders mag u proberen. Alsjeblieft. Dank u wel. Dit is mooi. Dit is prachtig. Is dit al meer het binnenste gedeelte van die buitenkant? U zit eigenlijk al in het private gedeelte van de abdij. Dus hier komen de bezoekers niet binnen. Maar enkel de gasten die enkele dagen verblijven hier aanwezig zijn. Gaan we deze nog? Ja. Geen luxe van een hotel, maar ik hoop dat u het ermee kunt doen. Ja. Is uw kamer. Ja. Is een mooie kamer. Wat is de bedoeling van de gastvrijheid in het leven van de monniken hier? Naar mensen zoals ik? Dat u thuis komt. Niet alleen hier, maar bij uzelf. Dat u het binnenhuis ontdekt. In uw eigen hart. Dat u daar met vrede kunt aanwezig zijn. Ook een tijdje kunt alleen zijn. Want hoe zou u zelf anders mensen kunnen ontvangen als u nooit in uw eigen binnenhuis bent? En daarom is het ook zo belangrijk dat ik hier af en toe ook ben, in deze kleinste eenheid van dit grote gebouw. Ja, eigenlijk wel, ja. Dat ik het uithoud hier in mijn eigen kloosterzaal. Ja, dat zeiden de woestijnvaders ook al, hè. En als je nu echt de hemel wil ontdekken, blijf dan in je cel. Maar lopen wij toch te zoeken, overal. Terwijl het in de ruimte van ons eigen hart te ontdekken valt. Maar soms hebben we er schrik van, hè, om in die ruimte te blijven. Nou, woestijnvaders hadden daar woorden voor waarbij onze verbeelding nu op hol gaat slaan. Ja. Maar uiteindelijk ging het over hetzelfde. Ze spraken van de demonen. En dan, ze waren daar heel nuchter en ze zeiden, ja,
moet je eigenlijk niet zo tegen gaan vechten. Niet vechten zoals mensen in de wereld dat begrijpen. Ja. Maar als die demonen werkelijk binnen willen, wel ja, zet dan een deur open, maar vergeet niet van de deur er tegenover ook open te zetten. Zou het wel eens kunnen dat die binnen gaan en aan de andere kant terug buiten gaan. Dan kun jij gerust blijven zitten. Dirk Hansers is 44 en woont 20 jaar in dit klooster. Hij leeft er nu met 4 medebroeders. Samen geven ze op een eigentijdse manier vorm aan hun bestaan, want, zo zeggen ze, ook met z'n vijven zijn we de moeite waard en van belang voor de samenleving. De abdij Keizersberg ligt midden in de studentenstad Leuven, de hoofdstad van Vlaams-Brabant. Het klooster is gebouwd op een burcht met uitzicht op de stad. De abdij staat bekend om zijn liturgisch erfgoed, maar ook om zijn concerten, tentoonstellingen en lezingen. Nieuwe wegen om mensen te bereiken en hun innerlijke rust te bieden. De monniken op de Keizersberg leven er volgens de regel van Benedictus. Ora et labora, bid en werk. Dat wil zeggen dat je werken ook bidden moet zijn. En dat je bidden eigenlijk een vorm van werken is. Ik hou niet zo van die tweedeling. Je gaat een tijdje bidden en je gaat een tijdje werken. Nee, werk zoals je bidt en bid zoals je werkt. Is dat uw leven als monnik? Dat probeer ik, ik leg er nadruk op, probeer ik te realiseren, ja. Wat betekent monnik precies? Ik ben een mens uit één stuk. Als ik dat van u zeg, dan zult u dat waarschijnlijk opvatten als een compliment. Want dat betekent, ik kan op jou bouwen. Jouw ja is ja en jouw nee is nee. Wel, dat heeft God juist van ons gewild, dat wij mensen zijn uit één stuk. Waarop hij zijn schepping kan bouwen, waar hij iets mee aan kan. Die hij mag beschouwen als zijn partner. En is dat makkelijker als monnik te leven, als één stuk, mens uit één stuk, dan wanneer je in de wereld leeft? De wereld kent een aantal directieven waaraan men moet gehoorzamen. De economische is er ene van. Dus wordt men er helemaal uitgegooid als men daaraan niet gehoorzaamt. Ik moet mijn rollen spelen. Ik ben bijvoorbeeld leraar en daar fungeer ik gezagsvol, want ik moet discipline bewaren in mijn klas. En ik ben ook getrouwd. En moet ik met mijn levenspartner op een andere manier omgaan? Niet als een leraar uiteraard en met mijn kinderen ook niet. En op de kortste keren speelt men duizenden rolletjes. Die strijden zijn met elkaar. En men raakt erin verstrikt. Als men dan niet af en toe eens naar zijn centrum teruggaat, naar die mens die gewoon mens mag zijn zoals hij is en zoals hij gemaakt is. Ja, als men dat niet meer doet, dan leeft men aan de buitenkant. Er was ooit eens een pater op bezoek en die liet alle schotels in de rifter aan zich voorbij gaan. Er werd niet gesproken in de rifter, er werd wel voorgelezen vanaf de katheder. En het was een monnik uit het oosten. En het waren frieten met biefstuk. Dat zou een Vlaming natuurlijk niet aan zich laten voorbijgaan. En die abt die zag dat en dacht, ai, het had moeten rijst zijn vandaag. Die man die kent dat natuurlijk niet, die laat het allemaal aan zich voorbijgaan. Maar ja, hij kon ook niks doen. Er wordt niet gesproken. Er wordt ondertussen alleen maar voorgelezen uit een boek. En toen er afgeklopt werd, toen alle andere broeders klaar waren met eten, ging de abt beschaamd naar die gast toe en zei, ja, verontschuldig mij, maar als u echt graag iets anders hebt, ik kan de kok wel vragen om rijst klaar te maken. En die monnik zei, maar nee, helemaal niet. Ik denk dat dat heel lekker eten was. Ja, maar waarom hebt u dan alles aan uw buurman doorgegeven? Ja, maar zegt hij, er werd ondertussen voorgelezen.
Die mooie klanken in die taal die ik niet begrijp. En ik dacht, ik ga toch niet met twee dingen tegelijkertijd bezig zijn. Nu leest hij niet meer voor, nu is hij gestopt. Laat dat eten nu maar komen. Dat is natuurlijk absurd, maar hoe vaak zijn wij niet met twee dingen tegelijk bezig? En genieten wij van geen van de twee? En ik had nogal wat vragen over die maar 5. Ja. Vindt u dat een onzinvraag? Ja, ik vind dat een onzinvraag. Hier zijn 5 monniken, maar vergeet niet, hier zijn ook 80 studenten. Hè? Dus dit gebouw is niet alleen maar bewoond door 5 monniken, maar ook door 80 studenten. Dus in totaal is het al 85, plus nog een aantal mensen die werken voor ons. Hè? In totaal toch een 90-tal mensen die hier dagelijks rondlopen. Dat is toch wel meer dan maar 5. Is het dan typisch iets van deze tijd om alleen maar naar het getal te kijken? Het is altijd maar de kwantiteit die telt. En de kwaliteit, daar wordt steeds minder en minder naar gekeken. Het is echt consumptie, dus de kwantiteit, hè. Hoe meer, hoe beter. Ik zeg altijd, Jezus is nog maar met 12 begonnen, hè. Ja. U bent er helemaal fel op, hè? Ja, hier stellen vragen. Dus ik kan niet, ja. Plus ook, vergeet niet, het is wel ongewoon dat jullie hier zo rondlopen met een camera gericht op iemand zijn gezicht. Ja. Dan antwoord je ook anders als normaal. Hè. Dan ben je wat minder ontspannen. Hè. Troost u, straks zijn ze weg. Is het misschien een te stereotype vraag? Hè? Er komen boeken met de laatste kloosters van Vlaanderen, hè, en de laatste Benedictijnen van Leuven. Voelt u zich hier de laatste Benedictijnen van Leuven? Nee, helemaal niet zo. Helemaal niet zo. Jezus voelde zich de laatste toen hij aan het kruis stierf. Helemaal alleen. Maar op dat punt is de kerk begonnen. De 5 monniken leven dus niet helemaal alleen in de abdij. Een aparte vleugel van het klooster is er voor jongens die in Leuven studeren en hier bij de paters op kamers kunnen wonen. Ze gaan hun eigen gang en hebben verder niets met het kloosterleven. Een kleine groep studenten, veelal religieus geïnspireerde jongeren, maken deel uit van een bijzondere gemeenschap. Niet te snel. Straks kan ik niks meer zeggen. Zij kunnen in hun dagelijks leven wat meer aansluiten bij het leven van de monniken. Dirk Hansens ging een beetje kapot. Een beetje op het einde wel, ja. Ja, die mannen zijn ook zoveel jonger, hè. Die willen mij per se 20 ronden doen lopen. Maar ik weet waarom dat ze dat vragen. De omtrek van Leuven is net 7 kilometer, dus 20 ronden. Dus die vrezen als ik eens die ring oploop, dat als ik geen 7 kilometer kan lopen, dat ik niet meer thuis kom. Dat zal het zijn, denk ik. Jullie leven hier met de monniken. Jullie gaan af naar de gebedsvieringen. Jullie waarderen het monastieke leven. Zie je ooit gebeuren dat jullie net als Dirk Hansens monnik worden? Intreden? Je voor een leven verbinden? Je moet in het leven alles openlaten natuurlijk. Maar tot nu toe heb ik nog niet zo'n roepingsgevoel gehad. Dus jullie studeren hele heftige dingen, Latijn, Grieks, godsdienstwetenschappen.
En hoe kijk jij dan naar de monnik? Ja, het is een enorme ervaring natuurlijk voor het monnikenbestaan van dichtbij te kunnen meemaken. Het ritme van de dag zien en meemaken en kunnen voelen. En ja, gewoon ook de ervaring van hoe zij bezinnen en hoe zij het leven zien kunnen delen. Dat is iets helemaal anders dan gewoon in Leuven iedere avond uitgaan. Of ja, het is op een andere manier leven. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Heeft hij er ooit voor gekozen om hier monnik te worden? In deze gangen te lopen? Hier op zoek te gaan naar het geheim? Misschien een kern van vrede die ik hier ontdekt heb. Een mogelijkheid om heel veel te bewegen zonder mezelf daarbij te verliezen. Later heb ik daarover nagedacht en ik dacht, ik ben eigenlijk een actief mens. Ik ben graag bezig met lezen, schrijven, handenarbeid vooral ook als afwisseling om dat lezen en dat schrijven te kunnen volhouden. En soms is het zelfs hectisch. Maar als ik er nu over nadenk, had ik het in de wereld gedaan, dan zou ik binnen de kortste keren mezelf gaan vergaloperen zijn, denk ik. Maar hier heb ik dat ritme van tijd en die ruimte van die gebouwen die mij als het ware telkens weer samenrapen en zeggen blijf bij jezelf, blijf bij je kern, blijf bij het middelpunt van je energie. Dan kun je heel veel aan. Wat betekent het om hier te studeren en om hier met die monniken samen te leven? Het is voor mij concreet op de eerste plaats een rustige plek om te studeren. En er zijn natuurlijk de monniken die de ziel zijn van dit huis. En waar we ook altijd bij terecht kunnen. En zij bij ons. En wat heeft jou geraakt in die afgelopen jaren in het leven van die monniken en het delen daarvan? Wellicht vooral een sterke spirituele bagage meegekregen in die 5 jaar. Als ik zeg die spirituele bagage, dan gaat het denk ik vooral om dat Benedictijns evenwicht tussen lusten en lasten. En de stabiliteit. Ja. Wat betekent dat, stabilitas? Stabilitas is voor mij vooral enerzijds heel concreet, materieel, blijven waar je bent, doen wat je te doen staat en niet vluchten van het werk dat je te doen staat. Ook niet vallen van de ene emotie in de andere, het ene moment happy en het andere depri. Het is die stabiliteit die uiteindelijk vrede van het hart schenkt, de Benedictijnse Pax.
benedicam tami hino, in homine tempore. Is het nou denkbaar dat je zo door die waarden geraakt bent, dat je er misschien voor kiest om je aan te sluiten bij deze monnik, om gewoon zelf monnik te worden, Benedictijn? Wel, wellicht heeft de gedachte om een meer contemplatief leven te leiden, in welke vorm dan ook, al meerdere keren mijn pad gekruist. Misschien al heel vroeg, van 15, 16, heb ik het regelmatig proberen te verdringen. Ik denk als dat een stem is die heel diep van binnen roept, dat ze zal blijven roepen tot je erop antwoordt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Ja, toen ik vriendinnen had, was het idee om een celibatair leven te leiden geen optie. Ja. Maar nu ik geen vriendin heb, is het misschien voor het eerst in mijn leven echt een optie geworden. En daarin ben je eigenlijk extra geraakt door het leven hier van die monniken en dat je dat zo van nabij ziet. Ja, het feit dat ik dagelijks geconfronteerd word met religieuze mensen, met monniken, ja, draagt er wellicht toe bij, ja. Lijkt me een ongelofelijke opdracht om celibatair te leven. Mij ook. Jij ook? Ja. U bent de gastenpater, u bent de prior, maar u bent ook de boodschappenjongen van het klooster. Nou ja, als vader Abt afwezig is, dan kom ik hier boodschappen doen, ja. En wat me opvalt, u heeft geen religieuze kleren aan. Ik kom hier boodschappen doen, dat is mijn rol van boodschappen, want op dit moment hier hoef ik niet te gaan getuigen. Je moet je context hebben waar je kunt getuigen. Maar u heeft mij gezegd, ben je in vorm? Ja. U bent een man die over vormen nadenkt. Ja. En dat habit is toch een teken voor deze tijd. Ja. Maar dat toont u niet hier? Nee. Ik zou ook niet weten waarom ik het hier zou moeten tonen. Hier vluchten mensen precies van hun mens zijn. Ze zijn niet bij zichzelf. Ze zijn aan het shoppen hier. Als ik hier nu rondloop, ja, dan zien ze een gek figuur in een zwart habit. Maar als ik het draag in mijn context, in mijn abdij, samen met mijn broeders, dan begrijpen ze het wel. Je moet de tekens gebruiken waar ze kunnen spreken. Ik denk niet dat dit teken hier kan spreken. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u. Tot nog eens. Sorry, hè. Zit u hier vaak? Geregeld, ja. Ik zit hier tussen de boeken. En dat is het voordeel
tegenover wijnflessen. Als je ze gelezen hebt, als je ze geconsumeerd hebt in een bepaalde omstandigheid, dan kun je ze later nog eens consumeren. En dan gaan ze weer iets nieuws vertellen. Een wijnfles is uit, spijtig. En je hebt altijd toekomst met een boek. Een wijnfles is ook de uitdrukking van je verlangen naar toekomst, want die wijn moet rijpen in de kelder. Een boek moet soms ook rijpen, tot je in een nieuwe situatie zit, nieuwe omstandigheden. Maar ondertussen is dat boek niet uit, je kunt het nog eens lezen. Dat is het herkauwen, zo typisch voor monniken. Die doen dat met teksten die ze al lang kennen, met die 150 psalmen bijvoorbeeld. Maar die bevatten een heel levensverhaal. We hebben niet alleen ons habit, we hebben ook een kovel. Een kovel die ons echt doet stilzitten. Nochtans een gewaad dat je alle bewegingsvrijheid geeft. En hoe voelt dat, zo'n kovel? Ja, hoe voelt dat? Zou je eigenlijk moeten zelf aan hebben, hè? Ja, dat kan moeilijk, hè? Een kovel is het gewaad van de plechtige professe monniken hier hangende renkelen. Ja, eigenlijk mag het niet, maar... Ja, je hebt natuurlijk geen scapulier. En zie je het wereldlijke er nog onder? Je moet eigenlijk niet alleen naar je kleed kijken. Je staat hier in de sacristie met die mooie gewelven. Die kruisbooggewelven. En moet je eigenlijk gaan zitten. Het is zoals met schrijven. Schrijven is een zorgvuldige manier van spreken. Stilzitten is ook een zorgvuldige manier van leven. Dus ik moet hier onder die gewelven gaan zitten? Gaan zitten met dat gewaad, met die kovel. En wat hoopt u dan dat ik voel? Doe maar. Wat vindt u moeilijk als monnik om te leven? Zijn er in uw leven wel eens momenten dat u denkt, ik doe twee dingen tegelijk, ik kan niet wachten? Moet je bijstellen. En gelukkig wordt ons die kans geboden. Wij worden voortdurend uit onze bezigheden gehaald. Onze dag is geritmeerd door het getijdengebed. Ons bioritme, als het ware. Je kunt niet doordrammen in één iets. Je wordt gedwongen om terug afstand te nemen van de zaken waarmee je bezig bent. Ze los te laten, als het ware. Je hoeft het niet helemaal naar je toe te halen. Je hoeft je niet alles toe te eigenen. Je krijgt het. Net zoals die klok die je nu hoort, mij uitnodigt om mezelf los te laten. En ook u los te laten en alle tijd te geven aan God. Ik wil niet zeggen dat u niet mag meegaan, hoor. Ik ga mee. Maar ik moet naar de Vespers nu. Ik ga mee, dat is goed. Hey, ik moet even wachten, want mijn been slaapt. Het is echt zo gek. En toch denk ik, hè, al zit ik hier 1 uur, 2 uur, 3 uur... dat dit gewaad mij eigenlijk niet past. Dat er toch geen mantel voor mij is. Ik had het gedacht. U had het gedacht. Zo. Nou. Je eigenste vorm. Dit is mijn eigenste vorm. Ik ben eigenlijk zo wie ik moet zijn. En wie ik ook het liefste ben. En ik dank u wel zeer voor dit bijzondere gebaar.
Volgende week in de kloosterserie van Kruispunt de vrouwelijke tak van de Benedictijnen. De Benedictinessen van Loppem. Ik denk dat onthaasting ook vooral is dingen op een andere manier gaan doen. Want ik heb in mijn eigen leven ook heel vaak gemerkt dat als ik dingen met haast doe, omdat het toch moet gebeuren en zo, of als ik mij daarin opjaag of ik raak gestresseerd, dan doe ik eigenlijk niks echt goed. Terwijl als ik denk, goed, nu doe ik dit. En binnen een uur zullen we zien. We wisselen van plek. Ik neem waar dat het heel moeilijk is in de stilte te blijven. Niet alleen voor de mensen in de wereld, ook voor ons is het elke dag opnieuw echt kiezen voor die stilte. Hoe vlug, ja, zoek je niet een afleiding. Maar als je daardoor durft gaan, dan wordt dat toch zo bevrijdend. Ik heb ervoor gezorgd dat u zich een beetje kunt bezighouden tijdens deze dagen. Weet u wat het is? Nee, dat weet ik niet. Ja, ik zie het puntje. Ja, wel, ja. Bekijkt u dat puntje eens. Alleen maar naar dat puntje kijken. Ja? Hebt u het in de gaten? Niet loslaten, het puntje. Ja, het is... Wat gebeurt er nu? Als ik naar het puntje blijf kijken... Dan gaat alles daaromheen draaien. Ja. Dat is ongelooflijk. Wat zegt dat? Het gaat alles omheen gaat te draaien. Je innerlijke centrum, je innerlijke centrum. Als je je daarop richt, bij wat je ook doet, dan ga je een dynamiek ontwikkelen die je goed voelt en die juist is. Waarbij je niet uit je lood geslagen wordt. U heeft me één sleutel gegeven. Maar ondertussen heeft u me al 3, 4 sleutels gegeven. Och, die zitten hier in het gebouw eigenlijk. Wat ik u hier getoond heb, dat zit in de binnentuin. Maar dan moeten we eventjes hoger op gaan. Ik ga het u tonen. Nu gaan we het eens bekijken in vogelperspectief. U doet net het raam hier open. Ja. Wat wilt u me laten zien? Uw cirkel. Oh, dit is de cirkel van het puntje dat ik net zag. Ja, maar het puntje... En ik moet focussen op? Op het puntje natuurlijk. Maar het puntje ziet er nu wel iets anders uit. Dat is een pilaar. Ja, dat is een pilaar met een kruis erop. Dus dat wilde u me laten zien? Ja. U wilde me laten zien dat als ik focus op het kruis... Dat alles eromheen gaat bewegen. Alles eromheen gaat bewegen. En je bent geneigd om naar dat kruis toe te wandelen. Maar de paden buigen af. Je wordt er af en toe van afgeleid. Uiteindelijk zul je nooit zelf in je eigen centrum kunnen staan. Je moet je centrum wel ontdekken. Maar je mag er niet zelf in gaan staan. Je moet je richten naar je centrum. Maar het centrum is altijd het andere. Is het mysterie. Mysterie dat je aantrekt en dat je afstoot. En dat is het kruis. Ja. Dat is Christus. Ja, inderdaad. En dat betekent dat ik nooit daar kan zijn waar de ander is. Of dat u nu bent of het kruis. Nou, als een koepelbouwer een mooie koepel bouwt... dan gaat hij ook aandacht moeten schenken aan het middelpunt. Aan het onzichtbare midden. Die ervoor zorgt dat die koepel... op een juiste manier gebouwd wordt, dat die niet instort. Dat middelpunt is niet zichtbaar. Alleen hij weet het, dat hij daarop moet focussen.
Van zodra hij dat niet meer in de gaten heeft, gaat hij zijn stenen een verkeerde ronding geven en stort zijn koepel in elkaar. U zei net iets fascinerends. U zei, je ziet die cirkel, je wil er zo rechtstreeks naartoe, naar het middelpunt, naar God. En je wordt voortdurend afgeleid. Dat ervaar ik ook in mijn leven. Ik word voortdurend afgeleid door mijn eigen hartstochten, door jaloezie, door bitterheid. Maar hoe kom ik dan toch zo dicht mogelijk bij dat centrum? Moet ik dan door die eigen pijn heen? Misschien moet je dat centrum aanvaarden in je leven. Misschien moet je het toch naar je toe halen in de gedachten. Dat centrum kan inderdaad pijn zijn. Niet voor niks staat daar een kruis. Dat is het puntje van de cirkel hier, de pijn. De pijn van het leven. Wat voor zin heeft het om die pijn heel ver van je af te willen houden? Als het moment komt dat je die pijn kunt weggooien van je, dan heb je geen kracht meer om die pijn zeer ver van je af te gooien. Je moet er toch mee lopen, want dat is het leven. Haal je die naar je toe, dan ga je dat veel langer volhouden. Dan kun je daar kilometers en kilometers mee afleggen, met die pijn dicht tegen je borst. Krijg je dan een moment om het van je af te gooien, dan ga je vanuit je centrum van energie, ga je kracht genoeg ontwikkelen om dat zo ver mogelijk van je af te gooien. Wat je daarnet gezien hebt bij die draaiende cirkels, als je naar het puntje kijkt, dan beginnen de cirkels te draaien. Je hebt misschien ook gemerkt, die cirkels draaien in tegenovergestelde richting. Het leven bestaat uit tegenstellingen, maar de tegenstellingen houden elkaar in evenwicht. Leven en dood, zwart en wit, yin en yang.